Hallo allemaal, welkom terug bij de laatste aflevering. Ja, ik denk echt dat dit de laatste wordt. Of er moet heel veel fout gaan, maar ik ga er echt vanuit dat dit de laatste aflevering is. Kees is er ook nog steeds bij. Oh ja, ik ben er ook, ja. Nou ja, kijk, het kan heel lang duren als je schildje nou eens 50 keer gejat wordt. Nou, maar dat gebeurt niet, ik bedoel... Ja, dat weet je niet. Ja, dat weet ik wel, want zo stom ben ik niet. Dan leid ik je af. Lukt je toch niet? Nee, maar ja, het zijn er nog maar een paar kamers waar we doorheen hoeven en dan is het echt einde oefening. Dan zijn we bij het laatste. Of kunnen we nog uitgesmeren dat het eigenlijk dat het gewoon zo mooi is moet. Nee. Wat is de lol daarin? Ben je als aan het kijken van schiet nou toch eens op, schiet nou toch eens op? Ja, ik snap het af. Ik zit soms wel eens naar Let's Plays te kijken na, en dan echt dan denk ik bij mijn eigen van jongens, kom op, waar zijn jullie nou mee bezig? Zijn jullie nou een spel aan het spelen of zijn jullie nou iemand anders aan het uitschelden? Ik noem geen namen. Ja, ik hoop spellen uitschelden. Nee, ik ken wel van sommige Let's Players en ja, dat vind ik gewoon treurig dat dat soort mensen dan op YouTube zijn. Die maken dan ook een Let's Play. Nou, die praten dan heel erg slecht Engels. Die zitten dan zo van, dat schiet gewoon niet op hoe hun dan Engels zitten te praten. En het enige wat ze doen, is andere YouTubers uit gaan schelden. En dan met de grofste woorden die je kan bedenken. Woorden die wij hier zelfs niet gaan gebruiken. En dan praten we niet als kut of tering. Nee, dan praten we dus echt over dat, ja, dat woord van de ziekte, weet je wel. Dat is gewoon sneu. Ja, het is wel sneu. Ik kan ook nog voor het dagelijks leven gebruiken. Ik denk, jongen, dat doe ik ervoor. Nee, maar ik bedoel gewoon dat jij zoiets aan het filmen bent. Je bent, nou, zoals nu ben ik dit spel aan het filmen. En die beginnen dan in één keer met die taal gewoon andere mensen uit te schelden. En dan gewoon dan dat uploaden ze op YouTube. Oh, in ieder geval, we zijn nou bij Gannon. Hij ziet er toch niet uit, man. Ach ja, dat maakt niet zo uit. Het was het eerste spel, hè? Nee, je moet een beetje, willekeurig eigenlijk. Links, rechts, boven, onder. Ja, je moet gewoon ergens een beetje willekeurig. Dan wordt hij bruin. Nou, dan pak je je pijl en boog. En nou snap je waarom dat je de blauwe pijl nodig hebt. Want de bruine pijl werkt niet. Je moet de blauwe pijl hebben. Je schiet hem. Daar is de Triforce of Power. Die pak je. Deurtjes gaan open. Yay. Dit is het enigste vuur wat je kan blussen met je zwaard op een of andere vage manier. En we hebben het spel uitgespeeld. Vertaling. Kees, even... Dankjewel, Link. Je bent echt de hero, oftewel de held, van Hyrule. Yay. Waarom zijn er maar twee... Eindelijk. Rust en vrede komt terug op Hyrule. Hier eindigt ons verhaal. Yay. En dan krijg je natuurlijk de mensen die het spel gemaakt hebben. Hier, Ten-Ten. Ten-Ten. Hallo, Ten-Ten. Ten-Ten is een maker. Another quest will start from here. Wat? Niet de startbutton. Wat? Nog een quest wil starten na dit? Nou, jongens, ik zal jullie in het kort eventjes vertellen wat dat betekent. Je hebt nou een zwaardje. En als jij nou nog een keer op het spel gaat drukken, dan speel je eigenlijk hetzelfde spel. Het enige verschil is, de hele wereld is veranderd. En het is nog moeilijker gemaakt. Nou, ik heb het al vaak zat gedaan, maar ik heb zo'n hekel aan die tweede quest. Omdat het is gewoon hetzelfde spel, maar dan een beetje gescrambled. Alsof dat je een eitje breekt en een beetje scrambled eggs hebt, om het zo maar te zeggen. Geklutste eieren. Nou, en ja, ik heb... je kunt het wel ergens anders zien. Waarschijnlijk bij zo'n Engelse Let's Player. Maar ik heb zoiets van... Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus ik hoop dat jullie deze Nederlandse Let's Play leuk vonden. Dit is een hele nieuwe ervaring voor mij. Dus ja, sorry dat ik af en toe een beetje een droogkloot ben. Maar... Nou ja, voor mij geen sorry. Want ja, ik ben gewoon droogkloot. Ja, dat weten we allemaal. Maar... Nee, maar als je meer van mij wil zien, ja, je kunt op mijn YouTube-account, dat is allemaal wel in het Engels. Dus ik hoop dat je wel een beetje Engels kent, want anders zou je mij niet kunnen verstaan. En natuurlijk op Ustream, daar zijn de live-uitzendingen soms wel eens bezig. Daar kun je me volgen op Twitter.
al mijn namen, al de ja, accounts die ik heb, is allemaal Zelda Player 20. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Dit is Zelda Player 20 en Kees. Dank voor je audio-commentaar samen met mij. Dat was best wel gezellig. En dan gaan we maar de boel afsluiten, want ja, we hebben hier nou op het moment niks meer te doen, dus... We kunnen nog naar het scherm staren. Ja, dat is een goed idee. Laten we dat doen. Spannend. Laten we er 50 parts van maken. Ja, man. Interessant. Serieus, jongens, klik gewoon op dat knopje van einde film. Waarom kijken jullie nog? Ja, jullie audio-commentaar is zo leuk. Wat is hier nou leuk aan? Nou ja, niks dus. Misschien wel, maar misschien ook niet. Misschien komt er wel de tweede quest van Link bij Zelda Player 20. Ja, maar dan moet Nintendo Web maar uitvogelen. Als hij dat wil, dan doen we dat. En als hij dat niet wil, dan doen we dat niet. Daar ben ik heel makkelijk in. Ja, dus. En wat is Elimination Mode eigenlijk? Elimination Mode. Dan verwijder je je spel. Laten we dat doen. Nee. Misschien dat er eigenlijk geen tweede quest meer komt. Nee, dat doe ik niet. Ik sluit hier gewoon de aflevering af. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Dit is Zelda Play 20. Signing off. Mijn oorspronkelijke Engelse tekst. So, goodbye everybody. Thank you for watching. This is Zelda Play 20. Signing off. Stay tuned for more on my YouTube account. Dat was mijn Engelse tekst zoals altijd. Dus, en dan die van mij. Nou, ga je gang. Oké, en dan godverdomme. Tot de volgende keer. Ja, godverdomme. Doei jongens. Ciao. Doei.